Welkom allemaal. Fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. Natuurlijk ook voor het delen en voor de vele nieuwe abonnees. Super lief, dankjewel. Ook natuurlijk ontzettend bedankt voor de vele warme, liefdevolle berichten. De privé reading aanvragen en de vele donaties. Dankjewel. Ook natuurlijk de mensen die interesse hebben getoond in de verlengingen. Super om te horen dat het zo goed resoneert. Dat jullie ook zo blij zijn met de ondersteuning die jullie krijgen van mij. En ja, dat sommigen zelfs mij als inspiratiebron zien. Super lief om dat allemaal te horen. Maar ook gewoon dat ik heel erg dankbaar ben dat ik jullie mag helpen. Dat ik jullie inzichten mag geven. Dat jullie ook vaak bevestigen dat de intuïtie juist zat. Dankjewel daarvoor. We gaan vandaag een reading doen met de Ganesha. The Whispers of Lord Ganesha. En met de Oracle of Seven Energies. Kreeg ik door. Waar mogen we mee beginnen, Spirits and Guides? Met deze. Wat zijn de berichten voor de kijkers voor vandaag? Eens even kijken. Ik hoop dat alles goed en wel een beetje gaat. Dat je gezond mag zijn. En gelukkig. Ik krijg 3 kaarten. Great big love. Dus grote, ware liefde. Kaart 26. Dus dat maakt 8. Kan zijn dat je daar hard naartoe hebt gewerkt. Door jezelf te helen. Maar het kan ook zijn een soort cadeau omdat je gewoon een hele helende inspiratie bent voor anderen. Dat je altijd klaar staat voor anderen en dat je daardoor nu beloond gaat worden. Voor al die liefde die je al die tijd hebt uitgezonden. Wensen komen in vervulling met A Wish Upon a Star. Kaart 39. Maak 12, maak 3. Ja, je bent heel erg goed verbonden met het universum. Met de engelen, zie ik. Je maakt vaak contact. Het kan zijn dat je bidt of dat je mediteert of gewoon contact maakt op jouw manier. Kan natuurlijk dat je dat op je eigen wijze doet. Met vaste overtuiging, met dankbaarheid en compassie. En dat wordt allemaal gezien en gehoord. Dan hebben we hier Feeling the World. Je voelt ook de collectieve energie. En omdat je dat voelt, wil je deze ook graag meer en meer in balans brengen met kaart 13. Dat maakt 4 en 4 is balans. Jouw grote doel is healing brengen naar de wereld. Acceptatie, liefde, geluk en harmonie. En je voelt ook vooral heel veel onrust in de wereld. En jij bent bezig om daar je steentje aan bij te dragen. Dus even kijken hoe ik dat het beste neer kan zetten. Kan ik dat zo doen? Ja, dan blijft het ook mooi in beeld. Oké, dus het kan goed zijn dat je een lichtwerker bent. Of dat je gewoon... op jouw manier in bijvoorbeeld een verzorgend beroep. Hè, dat je verpleegster bent of dat je mensen helpt. Hè,
oudere mensen voorziet van maaltijden, een soort tafeltje, dekje. Of dat je altijd klaar staat voor alles en iedereen. Of omdat je gewoon iets goed doet voor de maatschappij. En dat kan zo groot of zo klein zijn zoals je het zelf ziet. Ik bedoel, een donatie kan misschien voor jou iets kleins zijn, maar kan voor de organisatie of voor de mensen die het bereikt iets heel groots zijn. De onderste kaart werd ontzettend getrokken. Dus mijn aandacht werd daarna getrokken en ik denk, ja, ik moet hem toch hebben. Dat is Awakening Genius. Dat is kaart 11. Je krijgt daarbij het gevoel dat jij bijzondere talenten of gaves hebt. Die worden geactiveerd. Waardoor je nog beter voor ten dienste kan zijn voor de medemens. Op wat voor manier dat ook wil zijn. Het kan op financieel vlak zijn dat je gewoon vrijgevig bent. Of vrijgevig op een andere manier dat je andere mensen helpt. Kleine boodschapjes doet. Maaltijden bereidt. Iemand een luisteroor biedt. Iemand die je af en toe een voetmassage geeft. Met mensen gaan wandelen. Nou, noem maar op. En omdat jouw liefdevolle vriendelijkheid, jouw compassie, dat die zo nodig is in deze huidige tijd, wordt er verder iets geactiveerd waardoor je nog meer kunt gaan betekenen. Prachtig. Mogen wij weten van de Whisperers of Lord Ganesha? Ik krijg te horen dat deze hier moet leggen. Oké. Okay. Hier. Dan zitten de kaarten in. Dit zijn ze eventjes voor dit moment. Ik zal er even een beetje in beeld brengen, zodat ze voor jullie duidelijk zichtbaar zijn. Zo, en deze moet ik ook een beetje hierheen halen. Deze hebben we dus al besproken. Zal ik hier even neerleggen. Ik heb hier Promise of the Future. Ja. Je bent positief over de toekomst. Je hebt misschien daar al visies over gehad. Maar je bent ook bereid met kaart nummer 8 om je volledig in te zetten voor een goede toekomst. Een goede toekomst voor ons allemaal. Het kan goed zijn dat je verlicht bent. En dat je daarom een bepaalde visie hebt over hoe jij de medemens kunt gaan helpen. En wat ik zeg, dat kan op kleine schaal zijn, maar dat kan ook op grote schaal zijn. Dus denk nou niet meteen, ik ben geen lichtwerker, dus deze reading is niet voor mij. Dat hoeft helemaal niks te betekenen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, hoe groot of hoe klein die geste ook lijkt. Spirit zegt wel van, ondanks dat je zo goed bezig bent voor anderen, probeer wel ook prioriteiten te stellen. Dus dingen die heel erg belangrijk zijn voor jezelf. Dat je die niet terzijde schuift of dat je te veel met de ander bezig bent. Want ook jouw welbehagen maar ook jouw persoonlijke groei. Kijk maar, een lotusbloem in zijn handen of haar handen, ik weet eigenlijk niet. En dus af en toe, voor jouw eigen persoonlijke groei, mag je stop zeggen. Kijk maar naar het handje. Een pas op de plaats maken, soms je grenzen aangeven. Want alleen als het goed met jou gaat, kan je ook goed voor anderen zijn. Dus hou dat een beetje in het achterhoofd als jij gewend bent om te geven. Dat er ook tijden moeten zijn dat de anderen aan jou geven.
Van binnen weet je dat eigenlijk wel heel erg goed. Maar toch, af en toe dan wil je misschien wel eens over je grenzen heen gaan. Je ziet hier ook die twee handjes naar de zijkanten toe. Je mag echt jouw grenzen aangeven. Jij weet heel goed wanneer mensen over jouw grenzen heen stappen. Je gaat ook steeds beter jouw innerlijke zelf leren kennen. En door juist die balans toe te passen tussen dat evenwicht tussen geven en nemen. En ik begon over het financiële aspect, want ik kreeg de kaart van de zes van munten in beeld. Nou, als eerlijk geven, nemen. Maar ook voornamelijk echt je balans houden. Ik zie hier ook de rode kaart. Doe me aan de basischakra denken. Kan zijn dat hij af en toe een beetje uit balans raakt, omdat je niet altijd je grenzen op tijd aangeeft, of dat je over je grenzen heen gaat. Spirit, die houdt dat nauwlettend in de gaten, die werkt met jou samen en die geeft ook aan wanneer bepaalde chakra's uit balans raken. Je hebt eigenlijk niet zozeer het gevoel dat je met engelen werkt, of met een gidsenteam of wat dan ook. Maar het is eigenlijk gewoon het gewoon weten, je intuïtie, je stemmetje van binnen die je dat allemaal zegt. Dat je moet prioriteren en dat je af en toe je grenzen aan moet geven. En door je steeds verder in te groeien, ga jij steeds krachtiger en krachtiger worden. En durf je ook meer ervoor te gaan. Meer daadkrachtiger te zijn. Meer besluitvaardiger te zijn. Omdat je jezelf verzekerder voelt. Omdat het goed voelt. Omdat het helemaal in lijn is. In balans is. Met jezelf. Daardoor word jij steeds daadkrachtiger, vastberadener. Mooi. Misschien merk je de laatste tijd ook dat jouw gaves, dat die versterkt zijn. Dus dat je jouw innerlijke stem steeds duidelijker hoort. Bij keuzes die je moet maken. Of dat je die gaat leren kennen. Dus dat je af en toe wel even stil moet zijn en je moet gronden. Wil je die stem van jouw intuïtie of hoe je dat dan ook wil noemen. De goddelijke stem. De stem van de kosmos. Dat je die hoort. Maar dat maakt niet uit. Gaandeweg gaat die stem steeds duidelijker en luider worden. En hoef je eigenlijk niet meer zo af te stemmen, maar wordt die stem gewoon vanzelfsprekend en hoort je gewoon bij jouw zijn. Net als het voor jou zo vanzelfsprekend is dat jij zoveel liefde aan andere mensen geeft, dat je om mensen, dat je grote compassie hebt. Dat je graag mensen helpt. Dat je de mensheid ook al het allerbeste toewenst. Dat het je pijn doet als je voelt dat het collectief zich niet goed voelt. Door de leugens rondom de lockdowns, etc. Ik ga daar niet verder op in, anders dan wordt mijn filmpje van YouTube afgehaald. Maar de mensen die het boek van David Icke hebben gelezen, die weten precies waar ik het over heb. Um,
Mag ik nog een kaart, Spirit? Deze. Jij krijgt ook steeds meer begrip en je wordt ook steeds vaker begrepen door anderen. Voorheen voelde je een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar omdat je steeds dichter bij jezelf komt, je ware zelf toont, mensen aantrekt die bij je horen, oude situaties achter je laat, voel je je steeds beter begrepen. Begrepen door je eigen lichaam, dat je in balans raakt, omdat je goed contact met je lichaam hebt, dat je ook begrijpt van, en dat je ook achter je keuze staat, dat je weet dat je periodes van energie hebt, periodes van rust nodig hebt, periodes van geven, periodes van nemen. En nemen bedoel ik gewoon lekker ervan nemen. Dus ook af en toe gewoon is een heerlijk moment in bad met wat geurkaarsen of een massage of een heerlijke wandeling. Of gewoon lekker even met je voeten in ijs en ijskoud water. Je begrijpt ook meer het contact met... met het universum, met de kosmos, met de goddelijke, waarom bepaalde dingen zo zijn. Je legt de verbanden. Je bent er ook niet meer bang van. Je groeit er daardoor ook steeds sneller in. En het lijkt nu ook sneller te gaan. Omdat je je er volledig voor open hebt gesteld. Omdat je op de juiste vibratie vibreert, op de juiste frequentie zit. En ook omdat je de nodige stiltes neemt om naar die berichten te luisteren. Om naar die synchroniciteiten te kijken. Omdat je ook nu ziet waar je op moet letten. Als je een vogel voorbij ziet vliegen. Of als je toevallig een duizendpootje in huis vindt. Of als toevallig een huisdier op een bepaald manier reageert op jou. Die anders dan anders is. Of als je een bepaald tijdstip heel vaak voorbij ziet komen. En ook natuurlijk omdat je meer en meer in het hier en nu bent. Waardoor je ook echt de verschillen goed ziet. Je ziet ook echt wel iemands ware aard. Of je ziet juist de enorme contradicties waardoor je weet dat iemand ergens het moeilijk mee heeft. Intern moeilijk. Mooi. Het wordt gezien. En het kan zijn dat je al beloond bent. Het kan zijn dat er financiële voorspoed jouw kant op komt. Dat je een nieuwe baan krijgt waarbij je meer met mensen mag gaan werken. Op allerlei vlakken. Of met dieren. Of met de natuur. Maar het kan ook zijn dat de juiste liefde nu op jouw pad komt. Omdat jij zoveel liefde al aan andere mensen hebt gegeven. Het kan ook zijn de liefdevolle vriendelijkheid. Dat je die nu extra ervaart. Omdat je ogen nu geopend zijn. Je ziet de werkelijke wereld zoals die in zijn kern is. Zoals de bloempjes, de bijtjes, maar ook juist omdat je nu in contact met alles staat waar je in contact mee moet staan. Juist omdat je niet meer naar het journaal kijkt. Juist omdat je in het moment bent, juist omdat je contact met de natuur maakt, juist omdat je niet meer zo actief op sociale media bent, maar dat je meer luistert, meer leest, meer open staat voor dat wat er echt toe doet.
Dankjewel. Als dit met je resoneert, dankjewel dat je er bent. Want het is heel erg nodig, mensen zoals jij. Ik hoop dat er steeds meer van dit soort mensen bewust gaan worden over hun rol die ze mogen of kunnen spelen. En zo hun bijdrage kunnen leveren. Dankjewel voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.